De gemeentestuin. Een plek waar je helemaal tot rust kan komen. En een plek vol vergrijzing? Wacht, jongens, wat? Vergrijzing? En al die jongeren die dan in de gemeentestuin wonen? Hoe zit het daarmee dan? Precies, die vraag had de gemeentestuin. Hoe gaat het nou echt met onze jongeren en wat kunnen wij voor ze betekenen? Maar ja, hoe weet je nou hoe het echt met die jongeren gaat als je zelf de hele dag op kantoor zit? Inderdaad. Dan moet je met ze in gesprek. En precies dat hebben ze gedaan. In 2021 werd er een groot onderzoek opgezet en zijn er activiteiten georganiseerd waar jongeren aan konden deelnemen. Met als doel te weten komen wat jongeren nu echt belangrijk vinden en wat anders moet en wat anders kan in de gemeente. Dat werd gedaan onder de naam Commons en die activiteiten werden een grandioos succes. Onthoud dat eventjes. Al die informatie is op één grote hoop gegooid en na heel erg lang typen kwam daar de jongerenvisie voor de gemeente Stijn uit. Ja, inderdaad, een heel lang rapport. Hoef je niet te lezen, dat hebben wij al voor je gedaan. Belangrijkste dingen die daaruit kwamen: jongeren willen langer in de gemeente Stijn blijven wonen. De gezondheidszorg moet makkelijker toegankelijk zijn. Er moeten meer ontmoetingsplekken komen voor jongeren en er moet meer te doen zijn voor jongeren. En bij die laatste werden direct een aantal linkjes gelegd. Want weet je nog die Commons-activiteiten die zo'n enorm succes waren? Ja, die komen nu dus terug en daar hebben we jou bij nodig. We zijn op zoek naar jongeren en jongerenorganisaties die ons willen helpen om deze activiteiten verder uit te bouwen. Zodat het echt iets wordt van de mensen in de gemeente. Het wordt iets van ons voor ons, niet van ons voor jullie. Goed. Je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, de gemeente Stijn. Een plek waar jongeren samen mooie activiteiten kunnen organiseren.